Mensen nemen het woord narcisme makkelijk in de mond zonder de betekenis te kennen. Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis waarbij een persoon constant aandacht en bewondering van anderen nodig heeft, onredelijke verwachtingen heeft van voorkeursbehandeling, misbruik maken van anderen om eigen doelen te bereiken, geen rekening houden met gevoelens van anderen en een ernstig gebrek hebben aan empathie. Klinisch psycholoog Richinal Ellekom was zaterdag een van de sprekers tijdens het seminar Narcisme in Relaties. En omdat het een duurzame manier van denken en handelen is, begint het eigenlijk in de kinderjaren. Onze persoonlijkheidsstructuur begint zich te vormen in de kinderjaren door naar de late adolescente jaren. Zo, een stoornis van dit structuur betekent dat de persoon zich niet gedraagt zoals verwacht wordt van hem of haar binnen zijn of haar relatie, werkkring of andere maatschappelijke kringen. Dus wat verwacht wordt, is niet zichtbaar. En dat frustreert uiteraard de mensen met wie de persoon omgaat. Zij in een relatie, op het werk of thuis. Personen die narcistisch gedrag vertonen kunnen ook agressief worden, waardoor dit spanning brengt in een relatie wanneer die zijn zin niet krijgt, aldus Ellekom.